Meneer Boijten, we zijn tijdens de Nationale Monumentendag in de Nederlandse Hervormde Kerk in het centrum van Veendam. Kunt u mij vertellen wanneer de kerk gesticht is? De oprichting van de kerk is geweest in 1655. Wat heeft geresulteerd in een eerste steenlegging in 1660. De kerk was af in 1662. Als je kijkt naar de kerk op zich, dan zie je dat 5 jaar later een groot gedeelte bijgebouwd is. Dus in 1667 is er een behoorlijk stuk aangebouwd. Als je kijkt naar het interieur van de kerk, dan is een van de eerste dingen die je opvalt de kroonluchters. De kleine kroonluchters zijn geschonken door de gemeente toen Veendam 300 jaar bestond. De grote kroonluchter werd geschonken in 1785. In 1927 werd een volledig nieuw orgel geplaatst, maar met dien verstande dat het voorfront is blijven staan. Het orgel bestaat uit 2500 pijpen, waarvan de kleinste een paar centimeter is en de grootste meerdere meters. Aan de noordgevel tegen de oostkant bevinden zich nog de oorspronkelijke banken, de herenbank en het omlander gestoelte. Aan de overkant staat ook een herenbank, maar die is van 1767. Verder zijn er nog de vrouwenbanken, noord- en zuidzijde, de alderlingenbank, de diakenenbank, de kerkvoogden- en notabelenbank en de meiden- of opschriftbank. Het wapen van de omlanderbank is van de familie Wildervank en is in 1962 aangebracht. Nou noemde u net de naam van Wildervank. In hoeverre is meneer Wildervank betrokken bij het stichten van deze kerk? De eerste steen in 1660 werd gelegd door Adriaan Geerts Wildervank op 24 augustus 1660. En nu heeft iedere Veendammer die denkt van ja, A.G. Wildervank, die was toch betrokken bij de kerk in Wildervank. Ja. En niet bij Veendam. Adriaan Geerts Wildervank was ook betrokken bij het kerkgebouw in Veendam. Beide kerken zijn ongeveer tegelijkertijd gesticht. Alleen de kerk in Veendam was iets eerder af. Maar hij was bij beide kerken betrokken. Ja. Heb u enig idee wat de kosten waren toen van de bouw van de kerk? Ik heb geen idee van de kosten van de kerk toen, maar de provinciale staten hebben 5000 carolenschulden toegezegd toen. Of dat het volledige bedrag is, is niet bekend. Nee, nee. Ik neem eigenlijk aan van niet. De toren van de kerk is ook nog een heel apart verhaal. Hè? Ja, en de kerk en de toren is door de jaren heen veel verbouwd. In 1767 werd de kerk met ongeveer dus de helft vergroot. Er werd een volledig schip aan de zuidzijde gebouwd. En zo kreeg de kerk haar huidige vorm. De toren krijgt dan pas een spits. En omstreeks 1900 krijgt de toren een nieuwe omwanteling en wordt verhoogd tot 39,60 meter. Leuk hieraan is dat de omgevinggebouwen van de gemeente niet boven de kerktoren mogen uitsteken. De oorspronkelijke luiklok werd gegoten in 1544.
en hing eerst in een van de torens in Appingedam. Later werd deze geplaatst in de Martinikerk in Groningen en in 1664 verhuisde de klok naar de toren van de kerk. In de jaren 1940-45 is de klok geroofd en na de oorlog gebarsten teruggebracht. De organist van de kerk, de heer Klein, speelt als afsluiting op het mooie orgel.